sapdingetjes van Justus Perkamentus. Het is tijd voor de derde part van de Supervaganza Special! Is het dan ook de laatste of komt er... Dat weet ik nog niet zeker. Want anders wordt de part weer heel kort. Weet je wel? Ligt eraan, misschien, want de afgelopen 10 turns duurde langer dan de eerste 10 turns. Ja, oké. Dus het blijft spannend. Het blijft spannend. Zullen we de 10 sterren aanraken? Dat is de vraag. Denk het misschien wel. Ja, ligt eraan. Oké, nice. Dan kijk ik een keer hier op. Ik heb even mijn pet af. Ik vind mijn pet soms wel fijn, maar soms denk ik zo, af met dat ding nog. Maar niet spelen. Ik had ook echt niet verwacht dat we gewoon een kans maken tegen Rito. Oh, nice. Oké, maar dat was waarschijnlijk single. Tuurlijk, wij zijn het niet. Ja, het zou ook multi kunnen zijn. Ik hoop multi, maar ik denk ook single. Ja. Nou, we winnen weer, want ze daar dobbelen, winnen ze. Dus, Als ze nou een ster krijgen. Oké. Nou, dan hebben we 20 coins. Terwijl je hier ook die luck minigame hebt, weet je wel. Donkey Kong heeft gewonnen, of niet? Nee. Je hebt hier ook die ene minigame met die brug, weet je wel. Weet je nog toen ik zei van, als je hier gewoon alleen maar rechtdoor loopt. En toen die ene, toen liep ik 3 keer rechtdoor. En toen bij die laatste ging ik links, maar toen moest je ook rechtdoor. Had je hem echt in 1 keer. Oh, had je hem gewoon in 1 keer gehaald, als je dat gewoon anders deed. Ja, dat denk ik. En dan doen we nog meer, want we kunnen geen 1 gooien. Hey! Maar hopelijk gooien we 2. En dan met die 4-pijl. En dan helemaal naar boven. Dat hebben we ook al een keer gehad. Yeah. In principe... We hebben best wel goed. Hebben we, zeg maar, we lopen het niet, maar we worden afgevuurd ver elke keer. Oh, we komen net niet op de kolom. Dat is jammer. Komen niks. Ja, we kunnen die wel goed. Ja, die kunnen we gewoon eens nemen. Hoor. Die kunnen we gewoon nergens nemen. Je hebt te veel orbs, zeg maar, om ze allemaal te gebruiken. Oeh, Pokepimmel. Nee! Wauw! En ook al echt 3 keer of zo, gewoon 1 minigame ervoor of, of erachter, zeg maar. Zo heftig. Wauw. Maar aan de ene kant, ik vind Pokepimmel niet eens zo heel erg om nou niet te doen, zeg maar. Ik merkte net dat mijn Adrix skills niet meer waren zoals ze zijn geweest. Daar zit een deur. Ja, kut. Ja, nee, is echt kut. Ik heb nou alweer 2. Zie je? Lol, ik zei het. Finish! Yo! We zitten nou nog wel in de opname, dus dan weet je dat alvast. Huh? We zitten nou wel aan het opnemen. Oh, sorry. Ja, nee, maar dan hoor je jezelf wel. Ja. Yeah. Wat zeg je? Dat het niet erg is, maar je hoort je wel, zeg maar. Maar dat is niet erg. Ik ga nou even nog naar de kruidvat. En dan ga ik naar huis. Yo, dan laat maar weten als je thuis bent, dan gaan we wel even een boterhammetje eten, ja? Is goed. Yo, en dan vertel straks maar hoe het was. Ja, is goed. Yo. Tot straks. T-tracks. Tot straks. Ah! Ja! Is goed. Oké, wat zou ik doen? Ja, en die dan weer naar de finish gooien als dat kan. Naar de start bedoel ik. Ja, maar ik denk... Nee. Waar hebben we nog meer... Ja, dan die dame. Dan hebben we gewoon met 3 blokjes achter elkaar. Oh nee, want dan komen we weer op die mic. Ja. Komen we nou op duel? Of net nee. Niet? Net niet, oké. Okay. Kom op onszelf. Oh, ik wil zeggen, want we hebben al daar eerst een vaak in. Maar 5 coins. En als we nou weer... 4 gooien, dan hebben we weer een headsteen. Oh, we moesten trouwens nog een shippie van de ghost in de hal. Oké. Deze is leuk. Oké, in de midden, ja, links, rechts, links, rechts, links, rechts, in de midden. Links, rechts, links, rechts, in het midden,
In de midden, links, links, rechts, links eigenlijk. Rechts, in het midden, links. Waarom links? Ja, daar in het midden zeg maar. Rechts een beetje in het midden, links, rechts, ja. Links! Ja, maar ook naar links, dat is een super onhandig elke keer. Nee, maar dat is toch makkelijk? Dan weet je zeg maar als ik niks zeg, in het midden en anders naar links. En als het anders niet kan, dan rechts. Maar als je links en rechts kunt, dan moet je één ding aanhouden. Ik kan liever willen verliezen, ik kan al een shibby gelezen. Kom, maak ik eens. We verliezen nog genoeg Pokéballs. Oh ja. Maar we hebben kanon zeker, of niet? Nee. Hoezo dan... twee achter elkaar? En wat zijn het? Warpipes? Ja. Volgens mij komen ze nou weer boos. Ja. Maar, hey, wees niet getreurd. Het is nou een multiplayer game en wij verliezen niet. En dan zijn we al onze coins kwijt. Of een ster! Single en dan weer al je coins. Ja, single. Ja, maar dan winnen ze toch wel. Ja, maar als ze nou een keer niet winnen. Net als het ook al hun coins. Het is gewoon. Oké, okay, hier safe state, hè? Net zo lang. Nou, dit was een special, we hebben gewonnen. Yeah. Ik wil graag mezelf bedanken. En mezelf. En Bowser. MVP. Oké, okay, maar het was ook gewoon, het moest een keer gebeuren. Yeah. Ze wonnen alles. En nu even niet. Oké, okay, dat is echt nice. Kijk, ik wil nog 4 gooien eigenlijk, snap je wat ik bedoel? En je hebt aan de kant een exposure wil ik het. Ah, maar dat kan ook met die dubbel. Ja, dan moeten ze toch even gooien, weet je. Dan zijn we ook weer van die shit af. En als ze 4 gooien, zal het gewoon echt nice zijn. Komen we nou op Donkey Kong? Mij wel. Ja, nee! Hoezo komen we zoveel op Donkey Kong? Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Normaal kom je er 1 of 2 keer op in de hele party. En dan ben je zelfs met z'n 4, hè. En nu is de kans delen door 2. En we zijn er echt al zo weg op gekomen. Nou, ik zeg daar gewoon een keer, hé, nu even niet, jongens. Nee. Zodat ik zo daar vapen zo. Ah oh, ja, maar. Ah ja. Zo'n vinger als aan en zo. Nou, ja. Alleen maar goed, want we kunnen een ster zijn. Wow, spel, joh. Jij wil ons blij maken, terwijl zo daardoor de computer gewoon weer coins krijgt. Want het is natuurlijk niet single, hè? Nee. Oh, dit is gewoon geluk. Gelukkoe, minigame. Oei. Go! Finish! 14 en dan ook 14. Oké. Okay. Nee, maar dan hebben we alweer 14 coins. En als ze dadelijk de minigame winnen, hebben ze gewoon nog weer coins. Echt hoor, Donkey Kong, echt hoor. Dan denk ik dat ze net als die ene minigame hadden gehad. Dat je. Ja, met dat die spinning wheel, zeg maar. Machine, ja. Ja, die. Dat ze daar, zeg maar, door geluk dan, zeg maar, door ongeluk hadden verloren. Ik wou wel zeggen hoor, dan krijgen we weer de coin game. Wat is de idee? Ja, dat is de. Oh. Oh, deze is leuk. Hier moet je die allemaal schieten. Oké, okay, ik doe boven, jij doet onder en dan. Go! Why? Oké, ik doe boven, jij doet onder. Ja, dat doen we ook. Okay. Why? Wow, hoe dan? Ja, omdat hun zeg maar daar alle twee al richten, zeg maar. Oké, deze moeten we winnen. Nee! Ik kwam al zo mijn. Oké. Ja, ik pak wel. Ik heb zeg maar 2 halve. Hoe weet je dan heet was? wat een erge grap, hè? Oh, die zit er wel een hele tussen. Nee. Hoe heet? Nou, hij moet altijd wachten. Ja, totdat hij lekker gaat branden, ja.
Ik ken het. Nou, en dan gooien ze weer precies goed en dan hebben ze wel genoeg coins. Ah, oh, omdat ze in die minigame hadden gewonnen en toen de coins kregen. Wat een spel. Anders liep wij gewoon 1 ster voor in de race. In principe lopen hun 1 ster voor, omdat wij 1 gratis ster geven. Oh my god, dit was de ultieme kans. Maar we maken het natuurlijk spannend, hè? Ik bedoel, het is niet voor niks te breeden. Die andere. Ja. Oh, dan zou ik zo'n orb neergooien. Ja. En dan kijken waar een vak is. Ja, doe maar daar. Daar, ja. En dan bij de shop een Canon QB. En dan kunnen we weer weg. Want anders komen we op die. Ik weet niet wat het is, zeg maar. Als we nou terug worden gesneden, komen we dan op Donkey Kong? Zou wel nice zijn. Ja. En dan wacht, kanon. Ah, oh, doe dan triple. Nee, triple. Oeh, dat zou wel nice zijn, ja. Oh, dat is lelijk. Mogen we nou nog gewoon lopen? Oh! Weer op de Kong! Oké, single, kom op. Laat onze ster winnen. Ja, jongen. Oh ja, laten we de computer nog een coins geven. Oké, nice. Fun, have a good time. En het is een minigame waar je meestal lek voor nodig hebt. Wat is dit weer van? Ze met die... Oh, dat is al... Ben je dat hun dadelijk zo'n trosje een paar keer hebben? We gaan allebei elke keer de andere pakken. Oké, okay, nou, ik ga elke keer links, jij gaat elke keer rechts. Ja. Wee! Oeh. En zij had een trots. Ja, had een gore bitch. Moet je nagaan, als het weer voor 3 coins was, dan hadden we gewoon weer 60 coins, hè. Als het gewoon een keer 3 was. En dan waren ze gewoon helemaal terug. Donkey Kong, jongen. Jij hoort ons te helpen met de single player minigames, maar jij naait ons alleen maar. Gewoon al 2 keer op de Kong, waardoor hun dus coins kregen op het moment dat we 0 coins hadden. Of ja, 0 bij 0. Double brawl. Nog steeds geen pimmel, hè. En dus dat elke keer ja, het is echt heftig. Maar deze game winnen we ook, denk ik. Deze game is heftig. Deze game is heftig. Ook omdat ik hier niet zo heel goed zie van waar dan precies zeg maar die noten ongeveer komen. Ja, dat vind ik ook altijd lastig bij deze game. Zie je wat? Wow. Shippy! Nou, de volgende keer als die game komt, dan leg ik de controller neer. Ja. The dream! One day! Oh, I had a dream! Ah, oh, nee. Dat is wel kut, want nou ben ook een happening. Ja, we hebben 2 happenings, hè. 3 volgens mij. Ja, 3 zelfs. Oh ja, 3 al inderdaad. Zee! Dat is lekker dat happening hebben. Oké, en dan gebruiken we een... Want er ligt daar nog een warmpijp, hè, dus we worden hier sowieso nog terug gestuurd. Zo jammer.
Maar nou kunnen we dus niks gebruiken, toch? Of kunnen we nou wel iets gebruiken? Dat weet ik precies. Dat zou eigenlijk wel moeten, omdat dat juist de Toad Special is. Hey! En dan kunnen we nog iets kopen. Nog een keer nog. Dat zou wel naast zijn. Oh, dan maken we echt meters, jongen. Ja, maar ik wil eigenlijk niks kopen voor het geval dat je dan geen items kunt gebruiken, want daar rechts is zijn orb, snap je? Oké. Ja, nee, ja, dan gooi je wel iets weg, zeg maar, want we hebben zo'n zet. Die kanonnen zijn te goed hier. Ja, die kanonnen zijn hier echt goed. Want zoals je net al zag, wij maakten die kanonnen gewoon 20 stappen en dan kun je nog gooien, zeg maar. Dus dat is gewoon elke keer trippelschroom waarbij je gegarandeerd... Spooky Panel! Oh, het gaat gebeuren. Oké, moeten we even een warming up doen ofzo? Nee. Go! Oh, bij mij deed hij helemaal niks, maar je hebt wel gewonnen. Dat is geen record van mij, volgens mij. Ja, maar je wel dik gehaald. Ook gewoon van de computer? Ja. Oh. Was de computer wel ook dichtbij? Nee, nou, die had nog 5 staan of zo. En ik had alles nog staan, want bij mij deed hij het niet. Oh, nou. Nou, de game waar ik zo bang voor was. Mijn monster is al bijna op en hij is zo lekker. Ja, maar ik heb hier nog in de koelkast even. Nee, geen groen. Alleen Gil en Rood. Oh, en we zijn nog net voorbij de shops, toch? Oh, hun komen daar en we moeten hun iets kopen. Yo, zullen we nou, even kijken. Welke turn is dit? Welke start? Dan heb ik pas 5 turns gespeeld. Ja, dan moeten we deze even in 2 delen doen ofzo, ja. Nou, in ieder geval, tot zo. Dan zien we jullie. Dan gaan wij nou even snel eten. Ja. Oké, we kunnen mooi verder met de party. Nou, ja, ik zat te wachten weer op jouw intro, maar het was zeg maar... Er is helemaal geen intro te doen, jongen, bitch. Nee, gewoon part 2 van de laatste part. Also, dit wordt ook de laatste, of doen we nog een... Nee, de laatste aflevering. Welke turn waren we? Dan krijgen ze een item, maar als ze dan naar buiten lopen, dan wordt het ook stolen. Dus krijg je eigenlijk niks. Maar dat maakt niet uit, want dan komen we nou op... Bijvoorbeeld, wat is er nou? 3? Nu ook een multiplayer dan. What the fuck? Ik heb nog nooit een party meegemaakt... ...waarop zo vaak... Single. Oh, net. Waarop zo vaak... Donkey Kong is. Ik denk al 10 keer of zo. Yep. Dat is echt, echt veel. Dat is echt, echt. Prima. Hallo, met Salma Boema. Peel uit. Ash. Dit is weer de minigame waarop de computers altijd op de trosjes springen. En wij op die lege bananen schillen. Springen. Zijn er ook mensen die banaan met schillen en al eten? Banaan. Zij! Oh, net niet op het trots. Oh, nou springt zij op die trots. Wat een kut, hoor. Wat een trots. Nee, kut, hoor. Je hebt er wel één, yes! Oeh! Jim bent echt een blok. Maar omdat je grappig bent, nou, ik ben Lastig, jongen. Oh, en we geven hem weer... Oh nee, we geven zichzelf nou kans. Dat broodje dat je net eet, hè? Wat is dat voor worst? Je hebt bij de foodmarket, heb je zeg maar kipfilet. Mm-hmm. Dan heb je die overgebakken kipfilet, die is 2 euro nog wat. Mm-hmm. Voor 110 gram, dus dat is duur. Kan op. En dan heb je... Oh, dat kan niet. Oh. Doe dan maar die zep op de pers neerleggen. En dan heb je die andere, die grotere kipstukjes. Ja. Maar die zijn 2,50 euro voor 150 gram. En die worst is 150 gram voor 1,40 euro. Oké, maar jullie broodjes zitten altijd super lekker uit.
Ja, we doen het ook zo, zo lekker mogelijk. Ja. Voor zo'n 13. Het wordt spannend. Ja. Ik denk dat we gaan... Net niet. Oké. Okay. Oh. Oh, en we kunnen geen E gooien. Maar we kunnen dan wel genaaid worden met onze orders. Ah, oké. Okay. Dat is fucked up, maar omdat hun 56 coins hebben... Ja, hier, maar 30 coins man. Ja, maar dat is wel lelijk hoor. Wat ja, die hadden hun moeten hebben. Ja. Maar weet je, het kon erger, snap je? Ik bedoel, we hebben voor 100 coins en orbs. Dat is de derde keer dat we deze minigame doen. Ja, maar ik vind deze ook wel leuk. Dit is gewoon een win, weet je wel. En als er dan een minigame sterk komt, dan winnen wij die in ieder geval. Oeh, daar zat ik ook aan te denken. Ja, die moeten we ook nog een keer opnemen. En dan randomize. Ja, want dat kon gewoon, yeah. Hè? Maar het kon wel alleen maar volgens die paar save game randomize. Dus voor iedereen was het dan wel hetzelfde, zeg maar. Het was niet dat het, zeg maar, randomizes. Het was, zeg maar, je kon uit 7 dingen kiezen, toch? En bij eentje dat je met een blissie begon, toch? Ja, dat heb ik wel. Oh ja, dat doe je niet. Wow! Finish! Hey! Nou, dan ook. Stam. Jij is. Nee, nee. 95. En de ster ook hetzelfde? Ja! Wow! Oh, ligt daar? Oh nee, daar ligt een bom, hè? Dat is jammer. Ja, maar als hun daar dus... Ik kom zeker weer op Mick of op... of op Donkey. Ik denk dat hun op... Net op of net op ons. Is er alweer een nieuwe update van Ricky Brody? Nee, ik heb gisteren nog gekeken. Battle. Nou, dan kunnen we wel weer iets winnen. Hier, kijk, dan hebben we echt alleen maar schoen zitten. Als we nou hoog gooien en we komen op de seagull. Wow, daar ligt de warmpipe, hè? Wow. Nee! Dus door hun eigen onzinnigheid kunnen wij gewoon dadelijk nog een sterker rijden. Dat zal wel nice zijn. Tenzij we nou dadelijk al onze coins kwijtraken, dan zou dat wel kut zijn. Lightspeed. Echt snel. Oh, deze wel leuk. Ja, maar ik ben benieuwd hoe goed... Hoe brutaal deze man is. Ja. Yeah. Go! Nee! Oké, daar hebben we al gewonnen. Toch? Ja. Je doet het heel goed in ieder geval. Ja, we hebben al gewonnen. Hey. Je hebt wel heel dik gewonnen. Nee! Ja, maar op een gegeven moment, het is zeg maar het begin. Wie daar het meest heeft, en als je dan gewoon elke keer diegene volgt, dan is het gewoon easy al. Oké, en wat winnen we? 10 coins of niks? Oh! Yeah! Oké, nou hebben we gewonnen. Oké, nou. Ik ben trots op. Gewoon omdat we die minigame zo hard hadden gewonnen, kregen we dat gewoon. Oké, We hebben al dubbel, hè? Oh, wacht, dan gebruiken we... Oh, je kan nog steeds. Nee, ik kan niet. Ah. Nou, dan hadden we eigenlijk die bom neer moeten leggen. Ik heb genoeg deployed om dit terug van geplaatst te worden. Oh, wai. Dat is echt... Oké, daar hebben we gewoon 3 sterren in 1 bellen. Ja. Brutal, hè? Wat nou brutal? Het was de hele tijd spannend, want wij hadden zeg maar die extra ster door die ene minigame, waar ik niet eens wist dat dat kon. Nee. Dat maakt het ook alweer echt leuk, want wij dachten zo, oh my gosh, weet je wel. Maar nu gewoon, nou hebben we een echt gewoon even flink zitten spanken. Met een flipper, weet je wel, met zo'n zwemflipper. Nee. En hebben we daar ook gewoon niet over nagedacht. Dat is ook wat ik toch zei, van oh, dan moet je hem juist niet nadenken, want dan krijg je die onzin.
En hun doen het gewoon. En dan hebben we nog eens de... En we hebben 10 sterren. Ik zei het al. Of ik vroeg nog, gaan we de 10 halen? Ja, die hebben we gehaald hoor. Ja. Ik denk dat we nog wel meer halen. Misschien wel, ja. Ja, we hebben nog kanonnen. Ja. We hebben Super Shroom. Ja, nee, dat halen we wel. Oh, dit is echt een leuk potje. Dat halen we wel. Gewoon, nou lopen 4 sterren voor. Dus stel, hun zouden alle minigame dingen of al die extra bonussen... Ja. Nou, hebben we nog wel. Dan hebben we nog gewonnen. En, oh jammer dat we niet op vraag tegenkwamen. Dan doen we de bom. Heel vette orbs hebben we allemaal. Ja, echt dik hè. Dadelijk ook die Super Shroom gebruiken. Super Shroom. Oeh, bubble bra, bubble. Nice. Oké, free win. Gewoon weer op die computers en dan is het gewoon Hardcore vibes. Hardcore vibes. Maar wat zegt hij daarna? Ja, maar ik weet het leuk niet wat hij daarna zegt. Ik weet alleen dat hij hardcore vibes zegt. Oké, map hem. Map! Hij had mij in die lock, weet je wel. Hij bleef maar slaan. En als je dat op het juiste moment timed, dan is het gewoon wie als eerst slaat is af. En hij sloeg mij dus helemaal van boven, helemaal zo naar onder zo. Oké, nice. Gewoon. Dit was een pre-win, ja. Als er nou 1-1 was, oké, dan nee. Ja, dan gooi je echt altijd gewoon hoog. Hè. Nou, 18 is het, valt dan nog wel mee, maar nog steeds 18. Oeh. Ja, kom nog wel. Wat ligt daar dan? Oh, dat werkt niet zo. Dat hoopte ik wel. Dat zou wel fucking vet zijn. Ja, dat zou ook gewoon moeten. Yeah. Dat is wel gay, dat dan niet zo erg. Waarom werkt het dan bij het eerste blokje wel? Yeah. En ze kunnen net niet op boven. En ook net niet op die van ons. Wow. Maar wel gewoon 40 coins van hem, hè. Ja. Ja. En dan niks kopen, want dan krijg je daar zo'n gratis van. Niks kopen. Komen we nou weer op de koning? Nee, hè? Nee. Oké. Okay. Nee, net niet. Of ja, net niet. Nee, gewoon niet. Helemaal! Oké, hebben we het goed. Dan gebruiken we daar de cannon. Of ja, trouwens. Ik denk nog een super deze. Wat is dit? Dat is met die honing. Oh, dit is al de derde keer. Ja, daar hebben we al meerdere die we al 3 keer hebben gedaan. We hebben gewoon niet zoveel veel play minigames. Ja, dat is wel jammer eigenlijk, want die moet je juist veel hebben. Nou ga ik echt slecht. Finish! Ik ging echt slecht. Ik ging echt slecht. Chippy! Ik zag het al. Ik ging echt slecht deze keer. Oké. Ik doe het zo. Ik doe het zo, boys. Normaal win ik hem daar dan. Oh, een hater. Nice. Proef je nederlaag. Nou, als we nou even terug worden, zo naar de zaal? Nee. En alweer net niet op pauze. 10. Nee, we doen die en daarna doen we.
Nice, kom op. Oeh! Hoe vet zou dat zijn? Zo 3, 2 en dan 5. Want dan willen we natuurlijk geen 1. Gewoon die. Want als je die andere gebruikt kun je niet. Oh, zeg maar, die dingen doen. Nou, nou krijgen wij daar ook veel stappen. Komen wij nou? Wij komen ook wel in staan. Oh, en dan hebben we, als we nou kanon gebruiken, komen we daar twee stapjes omhoog. Hoe ziet dat eruit? Dat we daarom. Of hoe ziet dit ja, er al uit? Ja, dan zou ik toen geen kanon gebruiken. Nee, maar ik ben nou wel benieuwd hoe het eruit ziet. Weet ja, je? Oeh, dart attack. Fire! 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 I said fire! To the dart! Oeh, volgens mij is deze wel lastig. Voor de eerste keer, weet je, want als je die een paar keer hebt gedaan, dan is je wat te doen. Yeah. Zullen we nou genade chips vangen? Oké, okay, wij moeten dus op die achterste richten. Ja, dat is ook een ding. Je vuurt ook echt later, weet je wel? Ja. Hier, zie je? What the fuck? Je vuurt niet instant. Nou, ik pak alvast de chips. Of jij moet nou iets magisch gaan doen? Als je deze... Nee, ik kan het al niet meer aan. Als je nou 3x50D haalt, je het al niet. Maar ik heb 0, dat is nog beter! No. Bravo, Burlo. Deze hebben ze terecht gewonnen. Maar die andere die deed weer echt een stuk zeg. Gooi 1 gewoon. 1-1. Oh, een onzin. Hoe die wordt te staan nou? Zullen we zo'n golden shroom gebruiken? Ja, dan weten we zeker dat we de ster hebben. Maar we hebben het toch niet. We moeten sowieso items gebruiken. Sowieso. Het geld raakt wel op nou, hè? Ja. Dus ja. We moeten gewoon geen items meer kopen. De vorige beurt hadden we ook twee... Of ja, de vorige beurt... Die keren daarvoor twee sterren. We hebben ook nou niet meer alle minigames in gewoon. Dat is jammer, hè? Dat is jammer. Ja. Oké, okay, nou we sowieso de ster. En als we dan op vraagteken komen, dat zal wel nice zijn. Wat als je hier 5 voor heet? 100 coins. Ja, dan hadden we wel gewoon, we hadden wel genoeg 50 coins, anders hadden we nou gewoon niks, hè. Maar ja, dan hadden we ook weer minder items gekocht, dus aan de ene kant, ja. Oh, 11 sterren. Tegen Brutal. Dit is echt Brutal. Wij zijn Brutal voor hem. Bij sommige games wel, sommige games niet. Want net zoals met de darten, ik zet altijd die Mike minigames zet ik uit. Dus dan, die doe ik dus eigenlijk nog niet. Ook omdat ik eerst niet wist dat als je R drukte, dat je dan dat je dat kon doen. En we komen op duel! Oeh, weer een gratis ster. Nee, die sterren zijn niet gratis. Gooi maar die. Oh, die Piper. Ook echt kei veel op duels, hè? Normaal kom je daar ook helemaal niet zo heel vaak op. Nou, dat hij. Oeh, wie is de gelukkige? Nou, Alle points zou ook heel nice zijn. Ja, dat stem ook. Evil Red, kom op. Hip hop drop. Deze is leuk. Oké, okay, maar de computer staat te vliet al, hè? Dat klopt.
A, V, X, I. En dit is L en R, hè? Of is dat die? Deze, ja. Ja. X, I. X, I, A, B. L, R. A, B, X, I. Oké, oké. Oh, fuck! Ja. Zo voort. Wie? Wat? We spitten What the fuck? We sprongen tegelijk! Hoezo wint zij dan? Ja, dat vind ik echt flauw, dat wint zij sterk. Hey, dat vind ik echt flauw, want we sprongen echt gewoon tegelijk. Ja, gewoon letterlijk tegelijk. Ongelooflijk. Hoezo wint zij? De kut staat zo. Wauw. Even vallen. Gewoon altijd achterblijven, dan kunnen we niet op een veld schieten. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wow. En ik deed hem ook gewoon nog goed, er ging maar één keer af. Ja, hij kan dan beter natuurlijk, maar... Oké, okay, nice. Oké. Loop naar achter. Oké, deze hebben we. We hebben deze echt gewoon. En deze is dan brutal. Zou je? Ja, maar deze deden we ook wel echt perfect, hè? Ja, maar hun moeten die toch ook bijna perfect doen. En we liepen echt gewoon een room voor in principe. We waren net in die bosroom en wij hebben hem dan al verslagen. Ja, maar wel zuur dat het een sterke game is. Voor jou lijkt. Binding of Isaac, ik denk dat jij daar best ook wat van vindt. Ja, maar dan moet je, die moet je echt veel oefenen en oefenen en oefenen. Want als je dood bent, dan begin je gewoon helemaal opnieuw te doen. Wow. Wow! Zullen wij een canoe? Ja, want dan gooi je dat toch in vier. En hun gooien? Oeh, 9. Komen we dan op DK? Nee, ja. Ik denk niet. Ik denk één vakje ervoor. Ja. Are you? Are you? Ja. Want dan komen we niet meer op dat duelen. Oké, in principe, we hebben de ster ook gewonnen, dus dat we hem dan weer kwijtraken. Ja. Het is dan niet zo'n ramp, maar het is altijd kut. Kijk hoeveel vak is. Alhoewel, hier valt het al mee in principe. Oeh, nice. 50 kunnen we de ster ook kopen. Oh ja, want hij is... Of komen nou vraagteken? Nee, hè? Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Anders konden we... Ja. Ah, dan gebruiken we weer een kanon. Dan weer gestaan. Hey! Ja, we doen een voer kanon. Oeh, fun man, ik kan wel. Oh, dit was ook al de derde keer, volgens mij. Mm-hmm. Ja, jij hebt een keer gewonnen. Laat het spel beginnen. Ah. En dan weer door dead nul, hè. Het is altijd, iemand vindt hem echt dik, en de andere niet, zeg maar. Goeie game. 10 coins. 10 coins voor de boys. In de hoe.
de minigames zijn ook echt even. Tellen die battle minigames? Die tegen die duels, tellen die? Nee, nee toch? Nee. De battle minigames staan in ieder geval niet met coins, zeg maar. En op die wall, toch? We kunnen de stat weer winnen, maar we kunnen er ook weer één verliezen en dan staat 9-9. Oh jee. Of coins, en dan kunnen we de stat niet hebben. Oké. Okay. Ik hoop... Welke hoop ik? Wait for it. Dat is niet die ene, die zijn je al, hè? Oh, deze is... Oh my god. Hij staat op Brutal, hè? Deze lijkt me heftig. Nee. Oh, kijk, dat zijn weer van die games gewoon. En dan heb ik bij zo'n game heb ik het gevoel, ook al speel ik hem nou nog 10 keer, ik kan daar niet consistent in worden. Snap je wat ik bedoel? Het is zeg maar van, je schopt die bal, maar op welk moment, of schiet zij dan ook die bal, komen die dan tegen elkaar aan? Hoe ver kaatsen ze? Hoe hard gaat die bal? En ik heb echt maar 1 keer misgeslagen. Dat was in het begin en net, maar die? Toen was de tijd op. Ja. En net, maar ja, toen was de tijd op. Snap je? Heftig. Oh wee, hè. Oké. 3 star. Ja, oké. Okay. Ik heb het erover. 40 coins voor een ster. Ja, goed deal. Nou, niet de beste deal, maar het zou, we hebben meer aan die ster dan aan 40 coins op dit moment. Want nou lopen we maar 3 sterren voor en we moeten er minimaal 4 voor lopen om gegarandeerd te winnen, zeg maar. Ja. Want hun gebruiken ook gewoon veel orbs, hè, in principe. Ja, maar die orbs hebben wij wel, als het niet er is, hè. Maar ja, als die er niet is... Dan hebben we alweer een probleem. Oké, ja, gewoon zitten. Ja, maar dan hebben we toch weer 14 coins. Ja, hun krijgen hier altijd 100 coins van. Ik zie ons deze nog gewoon wel verliezen. Ja. Yeah. Must remember. Ja, yeah. Oké. Okay. 4 alweer. Aardbei, banaan, appel, orange. Orange. Appel. En dan banaan. Easy. Ik vind het, als dit over veel coins gaat, moet het niet zo zijn. Dan is het echt te makkelijk. Wij hebben hier echt misschien nog maar 30 coins uit gegenereerd. Tegenstander zal iets zo van 400-500 coins. Cointeentjes. Ah, oh, dus weer de A springen alleen. Oké, aan de ene kant, we hebben coins nodig, dus waarom ook niet? Als deze game kwam, dan was dit op zich wel een van de beste momenten. Maar ik gooi 0, C! En ik gooi 1, C! En ik gooi 0, C! En ik gooi 1, oeh, ik gooi 2. En ik gooi 0, C! Gooi ik ook een keer 3, volgens mij niet. Oh, ik gooi 3! En ik gooi 1, en snel. Oh, yes. 15 coins to death. Holy shit. Yeah, zo slecht. Holy shit, dit. Ik weet niet wie zij heeft gepijpt om 15 coins te krijgen, maar... What the fuck. Nee. Dan is zij gewoon echt gewoon keihard 3 gegooid. Of gewoon geen 0, want ik heb 1-0 gegooid en dan
Bijna geen eend. Sikke bitch. Sikke bitch. Sikke bitch. Oh, nice. Dan gooi ze laag en dan gooi ze daarna dit. Maar dat was alsnog ook mooi. Hebben we hier nog eens? Oh nee, we hadden hier die zeppen, maar die, ja, die telt niet dubbel natuurlijk. Nee. Dat is echt raar eigenlijk. Ja. Ja, ik vind eigenlijk gewoon dat je die moet kunnen stacken. Des te meer heb je dus aan die ene orb, aan die metalen schoen. Mm-hmm. Hier kun je toch ook een stapel krijgen? Nee, alleen maar een shirt. En wat kun je dan met de shirt? Oh, ook goed. Volgens mij kun je daar ook gewoon een ster uit krijgen. Dat is echt. Heb je nog een kanon? Nee toch? Nee. Okay, misschien dat we die dan wel eentje moeten kopen. Ik er één. Oh my gosh. Hier, 13 met 3 dobbelstenen. Snap je wat ik bedoel? Dat is gewoon echt. Nee, het is best duur. Terwijl wij kei weinig coins hebben, zijn al die kutdingen nog kei duur. Oh, en we komen net niet op vraagteken en we komen net niet op de phone. Yup, kom op onszelf. Welkom to Mario Party. Mario Party. Kijk, zo gaat het dus meestal, dat je gewoon op niks komt, behalve zo'n blauw vakje. Yeah. Finrun heb ik ook al zin in. Oh, alweer deze. Yeah. Deze hebben we volgens mij ook al. Dit is ook de derde keer. Ja. Ik heb het tot nu toe nog elke keer gewonnen. Deze game is ook echt skills, zeg maar. Dit is gewoon een goede game. Oeh, meteen elektrisch. Oeh, je had geluk, joh. Oeh, weer een elektrisch. Het spel heeft de zin in. Easy win, easy win. Ze moeten nog een hardere mode maken, Justin. Yeah. Of Terminators, die gewoon echt gewoon alles winnen om wat te doen. Dat zou, nee, dat dan lies je sowieso. Of je moet echt heel veel geluk hebben op een bord, zeg maar. Yep. Nou, als ze nou eens. Oh, ik wou dat hun de kanon gebruikte. Oh, die is fucked up, hè. Als je daarna oploopt, dan word je helemaal daarvan afgekend. En dan ver ook, hè. Mm-hmm. Hebben wij een metalen schoen? Oké, dan moeten we eigenlijk een kanon kopen en die dan voor daar gebruiken en dan komen we al daar, dus dan komen we er niet letterlijk op. 9 sterren, oké, dat wordt spannend. En als het gelijk staat, dan hebben we meer gewonnen. Oké, dan komen we ook op een eigen vakje, oké. Oké, wat hebben we in de aanbieding? Oh, jij moet. Ja, gooi die Ik kan wel straks die bus erop gooien. Ja, en dan. Ja. En dan hopelijk dat ze daarop komen en dat ze dan nog heel veel stapjes moeten maken. 4 en 4. Oké, de ster kost 20, dus ja. Als ik hoop een kanon of een metalen schoen. Oké. Als zich zou die metalen schoen ook gewoon nice zijn geweest. Of zo'n toverstokje. Die zou ook nice zijn geweest. Eigenlijk is dat toverstokje wat die wat de metalen schoen wel moeten zijn. In principe. Ja, en hier had ik de pech dat ik dus 3 keer of zo dan iets pak waar niks in zat. Oké, hier kan ik meteen op A drukken. Hier, kijk, hier, dat bedoel ik. Hier, weer niks en nou winnen hen. Hou er tegen!
Als ik daar gewoon hem had in plaats van niks, hadden wij gewonnen. Maar omdat ik dan weer had en zei, ja, de eerste. Oh, jippie! Dit is de eerste keer dat ik echt weer flink baal, zeg maar. Ik denk dat het ongeveer goed uitkomt met de ship. Ja. Verliezen. Ik denk 40. Ja, ik kan niet dat staat op Riddle. Ja, maar dat wordt toch minder mee te maken. Ja, maar dit kun je wel gewoon met skills gewoon doen. Nou, dan heeft dat ook geen zin. Oh, hier. Ik wist nog niet dat een ding nog een vakje had. Nou, als hier even coins in zit. Nee. Volgens mij, kom nou op vraagteken? Ja, en dan kunnen we daar weer. Een 10 maken. Nee! En als je hem goedkoper maakt, krijg je coins volgens mij. Oké, dit is goed. Nee! Ja. En we kunnen de stem kopen. En omdat we hem hoger hadden gemaakt, kreeg het ding door. En happening, hè? World Peace? Ah, oh, World Peace, ik wou World Peace, want die was de vorige keer echt close. Deze was pas close. Ja, deze was ook close. Oké, okay, A, B, X, I, links, rechts. Oké, A, B, X, I, links, rechts. Record hier nog best goed eigenlijk. Kijk, en bij zo'n game winnen we dan weer wel. En net als bij die andere game winnen we dan keihard van een Brutal, weet je wel. En dan bij andere games dan denk ik echt zo van, what the fuck, maar je zijn van kan. Oké, dit zal wel kut zijn als Bowser nou echt coins weer van ons steelt veel. Maar ja, wat is maximaal wat hij kan doen? 20 coins stelen of een brug kapot maken? Als hij een brug kapot maakt, zou hij niet eens veel van ons uitmaken. 20 minuten. Wat als wij gewoon met z'n allen hem er dan afduwen? Gewoon, no! Waar loopt hij naartoe? Ja, hij maakt de foto. Ja. Oh, ja. Dan valt hij daar af, hè. Oh, what? Late game en dan maar min 10 coins. What the fuck. Ja, ik vind het niet erg, maar het hoort eigenlijk zeg maar steeds erger te worden, zeg maar. Man. Laatste 5 turns. Maar zo is het nou niet dan met dat is bij 4 bij mij wel de laatste 4 keer. Omdat ik altijd de laatste 5 punten op de bounce heb. Het is weer een duel. Oké, het wordt gelijk als we die verliezen. Wat laat je mij doen? Ja! Je wilt toch winnen? We moeten wel van de computers winnen, anders moeten we nog een special maken. Nee, volgens mij is de luck. Volgens mij is de luck. Ah, yeah. Oh, leuk. Nee. Ja, als je hem wint. God, wat een kut! Serieus? Ah! Oh my
my gosh, guys. Ja, kijk, dat is gewoon echt zuur, gewoon. Chibi! Nou, pak maar die cutstijl van ons. Oh, nice. Maar 10 coins. Kijk, maar zelfs bij zo'n game. Gewoon waar je gewoon ook geluk voor nodig hebt. Wint al fucking hard. Oké, okay, ik pak... Kanon. Om nou hopen dat we op dat ene vakje worden geschoten? Nee, ja, is mij niet. Anders één ervoor, dan kun je dat doen. Dat is zeker nice. Ja, want één daarvoor, ja. Dan werden we ook genade. Ja. Het skill team, hè. Bijna alle duels gewonnen op één hand. En de ene, oh nee, we hebben 2 duels gewonnen, of 3. Ja, 1 keer 10. Ja, we hebben de 3 gewonnen, en 1 keer 10 coins, 1 keer sterren, 1 keer niks. Nee, 2 keer niks zelfs. Ah, oké, okay, nee. Maar ja, daar heb je niks aan. Ja, de eer. De honger. Wij kennen geen eer. Had je nog Shannara gekeken? Nee, heb ik niet meer gekeken. Maar ik had wel de trailer gezien, en het zag er wel inderdaad sappig uit. Ik zou wel, als ik jou was, gewoon eventjes een niks te doen of bekijken. Je bent zo door de eerste 10 afleveringen heen. Het zag er wel sappig uit. Dat moet ik doen. Het zag er wel uit, zeg maar, als zeg maar, een condoom die al is gebruikt, helemaal onder de sperma zit. En die dat hij gewoon uit wil likken, hè? Ja, nee, eigenlijk sowieso helemaal een fijn knijpen zo. Oké, dan weer bij zo'n game winnen wij het weer. Terwijl ik dan denk van, waarom wint de Brutal Computer niet? Want die kan toch juist op het juiste moment elke keer stoppen en zo. Dit is ook trouwens de eerste keer dat ik dood ben, hè? Weet je dat? Nee, dat is normaal ben ik toch nooit dood? Dan ben ik toch gewoon Mario of zo? Oh, kut! Nee! Oh! Menen ze niet? Ik sprong er over en toen werd ik alsnog geraakt. Ongelooflijk. Oké, in ieder geval, je hebt gewoon een gewonnen. Maar kijk, bij zo'n game... Dat is het al. Nee. Laat ze niet iedereen krijgt verstaan. Maar is het nou zeg maar gewoon het losende team, zeg maar? En bij welke party begonnen ze met teams? Aan die party 5 of 6. Maar er wordt 4 bij. Oké. De meest saai. Ik vind dat ze die niet eens moeten doen. Want die is gewoon echt saai. Zeg maar, die is echt saai. Het is eigenlijk nog nooit voorgekomen. Oh ja, omdat ik op rood kwam, min 9 coins, kan ik nu de standing kopen. Want dan kom je op blauw plus. Ja, het komt ooit wel voor. Alleen ik vind die echt saai. Het verandert niks. Het is juist vet dat bij de laatste 4 turns het helemaal anders is. What the fuck. Maar dat is eigenlijk al vaker, want ze hadden ze veel eerder moeten gebruiken. Oh, wat? Ik weet niet of wat. Ja. Hebben hun nog zo'n super strong? Anders wil ik hem niet gebruiken, want anders lopen ze daarin dadelijk en dan. Ja, nog eens weer. Dat wil ik gebruiken. What the fuck. Hey, omdat ik weer zo hoog moet gooien. Wat kopen we? Oeh. Kanoon! Alleen. Volgens mij komen we nou weer op deel. Of net, nee. Oké. Okay. Ook niet op de kon. Dat is dan wel jammer. Ah, een bomborp. Ah, we doen wel voor die. Een warpeggy weg. Ja. Een warpeggy weg. Oh, die is van ons, ja. Oké. Okay. Oeh. Nou, ik denk niet dat we iets hoeven, maar we gaan toch altijd kijken. Altijd even kijken. Nope. Oeh, dadelijk kost die ster wel 40 dan, hè, als ze hem kopen. Als ze hem daarop komen. Deze minigame heb ik nog geen één keer gewonnen, ook tijdens de parties niet. Hier wacht, hè. Het is gewoon... Ja, maar... Ja, dat snap ik. Dus er is echt geen logica in van...
dat je het aan een bepaald iets kunt zien. Kijk, dat vind ik jammer. Ah, oh, kijk hier, ja, ik ben al fout. Oh man, ik ben alweer fucked. Nou ook helemaal aan het einde van de gang. Komt zo'n kubbel. Gewonnen. Oh, nice. Kijk, en daarom hou ik van deze game. Ben ik ook. Nou, maar ik heb bij zo'n game echt nooit het idee van... Oh ja, ik word er beter in. Snap je wat ik bedoel? Je kan er ook niet beter in worden. Oh. Nou, oh, zullen we eens even laag gooien, hè? Oh, net niet. Oh, what the fuck. Dat is gay. En nog niet gebruiken, denk ik, of wel? Want we ja, kijk eens of hun iets hebben daar. Oké, wacht. Anders gooi je gewoon daar op. Ja, gooi je maar op rood daar. Anders hebben we min 9 points en anders hebben we... Krijgen we hier dan ook keer 3 of niet? Ja, ik krijg 15 points. Oké, okay, kijk, dat is anders. En er zit coins in. Want onze ster kost dadelijk 40. Oeh, en 5 coins. Maar volgens mij... Nee, we komen niet op Bowser. Vraagteken? Nee, ook net niet. Ah, loser. Oh, ik kan wel zeggen, gooit u nou op ons? Dat zal echt smerig zijn, dan kreeg ik klaar weer. Maar wij gebruiken voor dadelijk weer de kanonen. Oh, nice. Ja, wij gebruiken gewoon weer de kanonen. Haal al over 3 sterren voor. Dan moeten alle bonussterren hebben om te winnen. Oh, nou, dit wordt chippy time. Ook de derde keer dat we deze doen. Ja, maar nou moeten we winnen. Nou moeten we winnen. Hoe graag wil je heb je hem al in Beres Monster? Nee, heel graag. Zo, nou gaan we winnen. Nou zag ik vuur. I see fire. In the mountain. Oh, nou hadden ze echt geen schijfkans. Ik ging ervoor, mijn tepels waren stijf en dan hebben ze geen kans. No. Netjes. Oké, okay, ja, dat was ook weer voor de minigames staan natuurlijk. Hè. Volgens mij komen we nou wel op dat... Nee. En komen op ons of op de mic. Ik denk op de. Ja, dat zal wel normaal zijn. En dan zetten ze 103 coins in. En dan winnen ze die 2 bonussterren, waardoor we gelijk hebben. Maar omdat we dan 300 keer zoveel coins hebben als ons, dan winnen ze als... Het zal wel nice zijn. Moeten we dan de special nog een keer doen? Nee. Oké, dus we mogen gewoon verliezen bij de special. Ja, tuurlijk. Dan zeg ik wel genoeg aan. Volgens mij komen ze op de mic. Ja, ongeluk. Oh! Piranha plant? Nee, die hebben we niet. Maar kijk, 10 coins, yes! Echt jammer dat je hier die piranha planten ook niet hebt, of heb je die helemaal niet? Die heb je helemaal niet, ben ik nog niet tegen. Oh, die heb je, dan heb je hier die spur, die shy guys, die loser guys. Eigenlijk vind ik dat je meer coins moet krijgen door die emeralds. Gewoon... Ja, 10 coins is zo weinig, en al helemaal... Nou, zo laat in de gamu. In de gamu! Volgens mij heb ik echt nog nooit zoveel cannons gebruikt, gewoon in mijn hele Mario Party carrière, dan in dit potje zo. Wij zijn echt zo heftig, dat wij gewoon elke keer dat ene blokje zo dodgen. Dat is echt nice. Dat vind ik ook best wel skills. Maar kun je nagaan dat we eigenlijk nog 1 ster meer hadden gehad als we niet op die Bowser kwamen, op die tong niet waren. Ja, en als we niet de ster hadden verloren. En... Ja. Dat je. Ja. Oeh, oké. Nou hebben we... Oh nee, nou kan het nog steeds gelijk worden, hè? Ja. Ja, 4 sterren voorstaan. Dan hebben we ook gewoon 10 sterren, hè? Maar dit is zeg maar de meest skillbaan. Want stel je deed die andere, dan was het zeg maar ook
random, weet je wel. Stel we deden die ene met die kisten. Ja. Dan hadden doen we niet, want die vind ik ook niet. Dan hadden we altijd de maximale score met die minigames met coins. Ja. En dan had je dus ook geluk nog. En dat was zeg maar ook een beetje skills. Of het ja, want kijk, stel we doen, hadden die Venetië-baan gedaan, weet je wel. Dan moet je nog geluk hebben dat je weet je bij de ster in de buurt staat en zo. Dus. Ja, en als ze dan de hele tijd hoog gooien met die shrooms, dan is het, ah. Nu gaan we deze winnen. We kunnen niet. Nee, mijn tables zijn niet stevig. Dat gaat niet zo. Ja, maar ik kan dat wel. Je moet aan Gordon's anus denken en dan... Oh ja, we zijn zo druk. Nee. Yo, what the fuck? Wie? Yeah, sorry! Ik moest er nog twee. Ah, nice, nice, nice. Nice. Oh, oké. Nou is de minigame ster haalbaar weer. Ja. Als we deze dus ook weer verloren, dan dacht ik echt zo van... Hmm. Ja, dat kan niet. Inderdaad. Dan hebben we daar een spot. En wij hebben de rest van. Hoe nice dan anders? Hun komen op vraag. Hey! In leven. Dat is gay, want dat geeft ons weer helemaal niks. Drie vakjes van ons, hoe fucking heftig. Wordt die ene dan ook van ons, die daartussen? Jammer dat dat niet eerder is. Die Kamek is echt heftig, yeah. Jongen. Gewoon meteen drie vakjes van ons, hier. Maar ja, jongen, dat dat zo laat was. Hè. Toen gingen er al best dat goed mee om. Ja, die Kamek gebruiken, ja. Nog maar eens neerflikken. Ja, eentje verder. Ja, kunnen 15 coins geven. Wow, die Kamek is echt heftig. Stel je hebt 3 boosts. Ja! 100 coins in één keer. Donkey Kong? Nee, kijk, en nou komen we weer helemaal niet op Donkey Kong. Komen we nou wel op de happening? Of zo? Nee, ook net niet. Dubbel! Is nou een dubbel? Nee, hè? Jammer dat we wel... Als het... Ah, oké, we moeten deze draw en dan hebben we meer coins. Oh, dat kan niet. Ja, maar dan hebben hun nog meer coins. En stel het was gelijk, dan winnen hun. Het is nou gelijk, ja. Hè? Of als het gelijk is, dan winnen hun door de middel van de coin. Die win. Zij! Oh. En weer precies dezelfde score. What the fuck? Hoe knap is dat? Ja, dat is wel knap, ja. Ah, net niet. Nee, dat zei ik toch. Oké, maar hoe moeten dan alle bonussterren hebben gewonnen? Ja. Hoe klein is die kans? Als wij één bonusster winnen, is het klaar. Kijk, hun hebben 2, en dan verliezen we op 2 coins. Wie's idee was het om die bonussterren erin te doen? Orf, running shop. Oké, shopping hebben wij toch? Ja, maar we hebben ze alle 3, denk ik. Ja, maar wij hebben ook een paar beurten geen dingen gebruikt, hè? Oké. Ah, jammer, want we hebben daar gewonnen. Jammer dat... Oké, maar hun... Ik denk dat hun de running hebben. Nee, ik denk dat wij die ook. Ja, maar ik weet niet of dat kanon meetelt. Ah, zie je? Want het is niet... sowieso gewonnen. Het is niet letterlijk runnen, snap je? In shop, ja, die hebben wij, want daar hebben we keiveel kanonnen gekocht. Of het is zeg maar wie totaal aan orbs het meest heeft, maar volgens mij is het wie het meest uit heeft gegeven tijdens het shoppen. Oh. Nou, nog 2 bonussterren van alle dingen. En als we de happening bonussterren, dan hebben we die ook. Statistieken. Alleen de minigame, dat weet ik niet, want het is niet de minigame die het meeste minigames wint, maar de meeste coins. Ja. Kijk, en als ze dan die duo winnen, hebben we meteen 20 coins. Shit! Nice. Dik! 15 tegen 11. Oké, ik ben benieuwd. Oké. Hier minigame dik. Wow, we hebben het nog beter gedaan dan ik dacht. Ja. Hier, ik denk dat die kanonnen ook meetelden, maar hun gooiden echt vaak hoog. Hè. En hier, kijk hoe weinig stappen het scheelt. 6 stappen. Orfs. Ja, hier, dik. Shoppen. Ja, de coins spent. Yeah. Groen. Rood. Oh, wij kwamen echt maar één keer op rood.
this number of times Jack's face landed on. Hun hebben gewoon de happening? Boy, ja. Hoe dat dan? We zijn vaak ook. Bij 7 keer Donkey Kong. Wow, als ze gewoon de happening hadden, dan schrok ik echt. Ja. Van, what the fuck. En als het nou bijvoorbeeld running, happening en rode blokjes was, dan doe je gewoon. Hey, en de laatste minigame was Poker Pebble. Nou, we hebben hem al een keer gehad toen al een keer. Ja, weet ik, maar dat het dan nog de laatste is. Bedankt voor het kijken van deze extra vakantie special! Ja, we moeten eindelijk nou wel de chippies opeten. Ja, we doen er nog wel eventjes. 5 jaar Justice Pegamentus. Hoe snel is dat gegaan, Justin? Ah, nog wel. Ben ik toch nog wel trots op onze prestaties? Ja. Ik bedoel, we hebben niet zoveel abonnees, maar... Hoe komt het? Oeh, een hete. Nou, 5 jaar gaat echt snel, ja. En ook heel veel mensen bij ons zijn gestopt. Degene waarvan ik waarvan die niet gestopt is dan Rick. Dat is een gameplay. Die doet het nog steeds, maar hij is een stuk groter. Maar de Gaming Dutchman, Mr. Nintendo Dutch, Dutchplay, Nimwezen af en toe volgens mij nog. Dutchplay doet alleen een beetje streamen. Wie nog meer? Decent Sauce. Die stond ook Gigkees. Die had gewoon nog best een groot kanaal. Ja, hoor. Ook omdat je bij Dus David zat. En ook Twitch had hij ook gewoon 6000 volgers en zo. Hij was toen ook gewoon gestopt. En hij heeft toen al zijn video's op privé gezet. Wat ik echt raar vind, want je zet er dan toch gewoon. Je krijgt dan toch gewoon nog steeds geld. Als er nou wordt gekeken. Ja, en zo niet. Waarom zou je al die video's maar offline houden? Ja, maar ik denk dat hij een beetje werd gepest of zo daardoor. Of ja, gepest, dat hij raar werd aangekeken. Oh, dat is die man die bier. Ja, maar dat is toch ook. En nu is dat niet meer raar hoor. Nu ben je gewoon fucking stoer als je dat doet. Nou ja, dan is het dan 10.000 of als je dan 2.000 kijkers hebt per aflevering, per video, ja. Zelda Player 20, of die heeft zijn naam veranderd en Trainer Stevie, die doet het dan ook nog. Alleen die uploadt ook niet meer dagelijks, maar wel gewoon wekelijks, snap je? Ja. Ja, en vergeet ik nou nog iemand? Vast wel. Ja, die ene, want de Gaming Dutchman die had toch een partner eerst. Die was toen gestopt. Oh ja. Yeah. Die ging toen ook een eigen kanaal beginnen, die was toen ook gestopt. En toen had je ook nog NL Gaming Reviews of zo, zo'n kanaal. Yeah. Die dan over die nieuwste nieuwtjes van die games, die is toen gestopt. Meneer toen kreeg Aardappel. De gaming. Is die ook gestopt? Nee, die doet het nog. Oh, okay. Ja, maar die was die ook rond die tijd? Ja, okay. die deed toen heel veel met Rick. Nou, hier hebben we nog een paar chippies. Maar het ding is relatief nog steeds klein eigenlijk als je een gameplay want. Hij heeft nog steeds geen 100.000 abonnees. Ja, okay, maar ik vind hem wel goed. Ik vind hem de beste. Ja, ik vind hem wel de beste. Qua let's player, zeg maar. Ja. Beter dan die Kwebbelkop en Jelly die miljoenen abonnees hebben. Maar die Kwebbelkop die doet toch Engels, toch? Ja, en hij doet alleen maar GTA. Nou, ja. Ja, maar daar houden mensen van, ja. Hetzelfde als dat Minecraft heel populair was. Ik heb maar één soort van hete gehad, ja, en één medium. Niet zo extreem heten. En jij? Ja, ik heb drie keer heb ik wel een hete gehad, alleen geen extreem heten, zoals ik zeg. Ja, 5 jaar. Ik denk dat er nog wel 5 jaar bij komen. Dan gaan we ervoor wel proberen. Hopelijk. Ja. Misschien ooit in de toekomst dat we ook nog kunnen gaan streamen, maar dat is ook weer het nadeel van. Heb je een klein. Kijk, of je moet zeg maar echt gaan streamen de hele tijd. En dan bouw je daar een Twitch community op, zeg maar. Of YouTube, maar omdat hij al. Ik zou wel willen shiny hunten, maar ja, ik kan niet meer. Dit is niet om de. Ja, maar je kunt wel shiny hunten op een computer, bro. Maar ja, die kun je dan niet overzetten. Kun je dat dan ook niet op de pokerbank overzetten via de computer? En oh, er is trouwens ook, dat had ik ook nog gezien, een video van Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon. Uh-huh. Dat ze iets tegen cheat Pokémon doen. Ja, dat klopt. Maar er stond niet echt in wat precies, maar er stond wel een code van dat ze dat tegen gaan. Ja. Maar ik dacht wel van, maar hoe dan? Hoe kunnen ze dat dan zien? Kunnen ze dan bijvoorbeeld ook
Stel, ik heb een Pokémon bij Ruby en Sapphire, weet je wel, ik heb toch dat dingetje. Ja. En ik zie daar een Pokémon in, ik zet hem op de Pokébank en dan komt hij daar. Kunnen ze dat dan ook naar gaan? Ja, misschien wel. Ja, ik heb geen idee. Snap je? Dus ik ben benieuwd. We gaan het zien. Het was een leuk special, we hebben gewonnen. En tot de volgende 5 jaar en tot de volgende, hoeveel abonnees special? 250? Ja, dan wordt de eerste. Dan zullen we er 201 van. Het is nu 215, meer hebben we nog nooit gehad. Dus... Mm-hmm. Maar ja, nee, misschien wel. We hadden toen toch ook een keer 210 en toen werd het in één keer 200 en nog wel. Ja. We haten die mensen. Adios amigos.